Goedendag, jonge mensen. Welkom weer terug bij de volgende les. Het filmpje van gisteren, hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de Amerikaanse koloniën. Over hoe zij, waarom mensen daar naartoe gingen en hoe uiteindelijk ook de slavernij zich daar ontwikkelde. Vandaag gaan we stilstaan bij de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Dat gebeurt op een gegeven moment natuurlijk ook. De abolitionisme, een ontwikkeling waar we het ook al eerder over gehad hebben. De koloniën die groeien, zijn heel succesvol, groeien ongelooflijk hard. En we zien dat tussen 1700 en 1775 er een vertienvoudiging is van het aantal mensen dat daar woont. En een logisch gevolg daarvan is dat de band met Groot-Brittannië steeds minder sterk werd. We hebben gezien dat er eigenlijk twee belangrijke motieven waren om naar dat gebied te gaan. Dat was enerzijds om een soort van machtsnivellering, om de macht van Spanje tegen te gaan. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel mensen die een nieuw leven gingen beginnen. Die vanwege religieuze spanningen of vanwege verzet tegen de Britse koning de overstap hadden gemaakt naar dit gebied. En dat betekende dat in die sfeer er ook kinderen werden geboren die Amerikaan werden, meer dan dat ze zich Brit voelden. Tegelijkertijd was er ook in Amerika een grotere invloed van de verlichting. We hebben de verlichting uitgebreid behandeld. We hebben gekeken naar wat de basisprincipes waren. En daar hoort een kenmerkend daarvoor is een bepaalde mate van volkssoevereiniteit. Dat het volk het voor het zeggen heeft en niet een koning. En Engeland had een vrij strikte koning. Gericht tegen absolute macht. Gericht dus tegen macht die denkt te kunnen zeggen en doen wat hij of zij wil. En die invloed laat zich in Amerika ook gelden. En dat gebeurt tegen een achtergrond waarin Amerika steeds meer een soort melkkoe wordt. Hè. Die uitdrukking, dat betekent dat je iets of iemand vooral ziet als een bron van geld. En Amerika krijgt zogenaamde acts opgelegd. Belastingmaatregelen waaraan ze moeten voldoen. En dan ontstaat min of meer de leus van, wij mogen wel betalen voor jullie. Maar wij worden niet gezien als volwaardig burger. Wij zijn geen mensen met burgerrecht. We hebben geen vertegenwoordiging in het Britse parlement. Maar moeten daar ondertussen wel een bijdrage. En dus ontstond de leus no taxation without representation. We betalen geen belasting zolang we niet vertegenwoordigd worden. Nou, deze houding en de reactie van Groot-Brittannië daarop leidt tot uiteindelijk onafhankelijkheid. Groot-Brittannië begon steeds meer belastingen te heffen. Dus de belastingdruk nam toe en dat deden ze ook om de schatkist aan te vullen. Die schatkist die ernstig leeggelopen was vanwege oorlogen met onder andere Frankrijk. En dat betekende een forse inbreuk op het gevoel van autonomie. Je moet je voorstellen, tegenwoordig is de afstand Europa-Amerika natuurlijk ook groot. Maar in die tijd was een oversteek was iets. Als je eenmaal die oversteek had gemaakt, dan was er eigenlijk geen weg meer terug. Alleen de adel, de mensen, de rijke mensen, die maakten nog wel eens de oversteek weer terug naar Groot-Brittannië. Maar voor de gewone mens betekende een overstap naar Amerika ook daadwerkelijk een breuk met Groot-Brittannië. En als die vervolgens wel haar invloed wil blijven laten gelden op Amerika, dan doet dat wat met je gevoel van autonomie, je zelfbestuur. Nou, gevoed dus met de ideeën van de verlichting, waarin de soevereiniteit bij het volk dient te liggen, zie je dat er een groeiend verzet is tegen de Britten. En dat uit zich ook op manieren van geweld. In 1770 is het de zogenaamde Boston Massacre, waarbij het gewone volk zich keert tegen Britse soldaten die vervolgens het vuur openen op datzelfde gewone volk. En dit leidt natuurlijk tot een enorme golf van afkeur en geweld tegen de Britten. Ook belangrijk is in 1773 de zogenaamde Boston Tea
Tea Party, grote partijen thee, die bestemd waren voor Engeland, werden in de rivier gegooid als daad van verzet. En de Britten besloten om dit verzet met harde hand de kop in te drukken, waardoor de sfeer alleen maar grimmiger werd. Uiteindelijk leidde dit in 1775 tot het begin van wat we nu kennen, de Onafhankelijkheidsoorlog. Midden in die oorlog, of tenminste vrij nog aan het begin, wordt er onder onafhankelijkheidsverklaring getekend door de verschillende koloniën die zichzelf afscheiden van Groot-Brittannië. Maar die oorlog is nog niet gestreden. Het duurt tot 1783 tot Groot-Brittannië erkent dat zij deze oorlog verloren hebben. En daarmee ook erkent dat Amerika een zelfstandig land is. En de Netherlands Second. Hè, we waren het tweede land dat erkende dat Amerika een onafhankelijk land was. Nog even een belangrijke opmerking over de rol ook van geschiedenis. In Amerika heb je in de Republikeinse Partij nog steeds een factie die wordt de Tea Party genoemd. En de Tea Party is een conservatieve stroming binnen in de Republikeinse Partij, die echt terug blijft grijpen op het begin van Amerika. Dus een enorm liberale houding, verzet tegen een te sterke overheid. En die hebben ongelooflijk veel invloed binnen die partij. En die hebben zichzelf dus zo genoemd, of die zijn zo genoemd, vanwege die Boston Tea Party in 1773. Nou, de invloed van de verlichting is enorm. En dat blijkt uit twee zaken. De Declaration of Independence, de onafhankelijkheidsverklaring uit 1776, maar ook uit de grondwet die uiteindelijk in 1787 wordt aangenomen. Daarin komen heel veel verlichte waarden naar voren. We zien hier de quote van Thomas Jefferson, een man die in korte tijd die hele Declaration of Independence geschreven heeft. En hij opent met een preambule, een soort inleiding, waarin staat: "We hold these truths to be self-evident." Deze waarheden zijn waar op zichzelf. "That all men are created equal, and that they are endowed by their creator with certain unalienable rights." Alle mensen zijn gelijk geschapen, een verlichtingsidee bij uitstek. En dat zij rechten hebben die onvervreembaar zijn. Ook dat is verlichting all over the place. Hè? Mensen hebben rechten en die rechten kunnen hen niet afgenomen. En tussen, among these are life, liberty and the pursuit of happiness. En deze rechten zijn het recht op leven, tenminste onder andere het recht op leven, het recht op vrijheid en het najagen van geluk. Nou, en dit vormt de theoretische basis eigenlijk van de Verenigde Staten. Dit is ongelooflijk belangrijk in de Verenigde Staten dat deze waarden hoog gehouden worden. Onvervreembare rechten. Ieder mens gelijk geschapen. Ieder mens zet er recht op leven, op geluk en op vrijheid. Nou, tegen die achtergrond van verlichting, tegen die achtergrond van vrijheid, ontstaat het dilemma van slavernij. Dat dilemma wordt heel duidelijk in de Haitiaanse revolutie. Haiti is een eiland in het Caribisch gebied. En dat was de eerste succesvolle slavenopstand tegen Frankrijk. Abolitionisme en ook de verlichting lieten hun invloed ook gelden. En zeiden: alle mensen zijn gelijk, alle mensen hebben rechten. En dus ook zwarte slaven hebben rechten. Gezien het grote verschil tussen het noorden en het zuiden, waarbij het noorden vooral fabrieksarbeid had en op andere manieren de samenleving had ingericht, zag je dat in het zuiden dat er nog veel groter probleem was. Namelijk, het zuiden was een slaveneconomie. En wat wil dat zeggen? Nou, dat slavernij een onontkoombaar iets was. Zelfs als mensen zonder slavernij zouden willen, dan kon het eigenlijk niet. Oftewel, die slavenarbeid was zo sterk geïntegreerd met de manier waarop er in het zuiden geld verdiend werd, dat die twee nauwelijks los van elkaar gezien konden worden. Je kunt het in zekere zin vergelijken met
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bijna iedereen weet dat het niet goed is om fossiele brandstoffen te gebruiken, maar tegelijkertijd lukt het ons nauwelijks of maar heel beperkt om van die fossiele brandstoffen af te komen. Daar is veel voor nodig. Juist ook omdat in diezelfde tijd, aan het begin van die 19e eeuw, er een enorme vraag komt naar katoen. En dus zijn er mogelijkheden om meer geld te verdienen, zijn meer mogelijkheden om de economie te laten groeien, maar niet zonder die slavernij. En dat maakt dat het culturele verschil tussen het noorden en het zuiden alleen nog maar dieper groeit, waarin het zuiden vast blijft houden aan slavernij, het noorden het al lang afgeschaft heeft. En op het moment dat dan in het noorden, of als er een nieuwe president gekozen gaat worden in 1860, Abraham Lincoln, die uitgesproken tegen slavernij is, dan ziet het zuiden de bui eigenlijk al hangen. Dan zijn ze bang dat zij hun slavernij op moeten geven. En dat leidt tot een burgeroorlog. De zuidelijke staten willen zich afscheiden van het noorden. Maar uiteindelijk wint het noorden die burgeroorlog en blijft het zuiden in de Unie. Maar dat leidt natuurlijk nog steeds tot grote problemen. Goed, dit is eigenlijk deze eerste paragraaf. We hebben gekeken naar de basis, naar het begin van Britse aanwezigheid in Amerika. En hoe langzaam maar zeker die Britse aanwezigheid uitmondt in het begin van de Verenigde Staten. En het grootste dilemma waarmee ze strijden, namelijk het dilemma van de slavernij. Het is belangrijk om te zien dat je ziet dat de verlichting een heel grote rol speelt. Niet alleen in het tot stand komen van de Verenigde Staten, die onafhankelijkheidsverklaring. Maar ook als je ziet wat het betekend heeft voor de slavernij.